een druk bezochte receptie en veel projecten in Doepark De Hage door Stichting Natuurhuis Almelo in 2020. We gaan een heleboel doen in 2020. Er zijn belangrijke projecten die we samen met de aannemers en de gemeente ontwikkelen. Het aanpassen van de A, waarbij we de A versmallen en profileren. Er wordt gebaggerd door vechtstromen. De gemeente is bezig met een milieuplein in te richten. Op dit moment het waterschap gaat baggeren en wij gaan zelf de hele oeverkant en dat gedeelte inrichten samen met de aannemer Structon. Tiny Forest zit eraan de komende najaar. We krijgen een waddy aan de oostkant waar zorgaccent het overtollige water kwijt kan. Dan moeten we de betonfietspaden nog afronden. Het paviljoen, dat is ons belangrijkste project met de hele infra rondom. 2020 wordt het jaar van het paviljoen, toch? In december 2020 moet er in ieder geval zoveel staan in het park dat de bevolking van Almelo zegt van nou, we hebben er lang op moeten wachten, maar het is ook iets moois geworden. Is dat inderdaad een reële inschatting? Nou ja, we zijn, kijk, de gemeente hebben dit jaar een belangrijk gesprek mee gehad en ze hebben ook tegen ons gezegd van we zetten het serieus op de agenda en we denken met jullie mee en we houden tempo erin, want wij zijn nogal aan deadlines gebonden, ook wat betreft bepaalde subsidies. We hebben een belangrijke leader-subsidie binnengehaald. Andere geldschieters stellen ook deadlines aan hun subsidietermijnen. De laatste tijd zit daar wat sleet op de snelheid van handelen. En daar moeten wij met de gemeente over in gesprek, want dat is niet iets wat we willen. Dat is ook... daardoor lopen onze ontwikkelingen en de plannen die we hebben ook wat gevaar. Dus wij moeten samen met de gemeente daar goed uitzien te komen. Want wij kunnen niet zonder de gemeente en wij willen toch een mooi cadeau geven aan de stad Almelo.